is gewoon heet, het is warm, ik wil al mijn kleren uittrekken. Boos. Heel boos. Ik ben maar... zo boos. Boe. Boe. En boe boe. En dat is niet zomaar een fotoshoot. Ja, we zijn op zoek naar de perfecte date outfit. Plom, plom, plom. Misschien herkennen jullie haar niet, want... Nee. Can't stop, won't stop. Atakata mova, atakata mova. Iedereen kijkt me ook echt aan alsof ik gek ben dat ik zoveel heb geshoot. Kom je eruit, Lara? Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag ben ik bij L'Oréal op het hoofdkantoor. Want ik heb hier een fotoshoot voor NYX Cosmetics. En dat is niet zomaar een fotoshoot. Want met de foto's uit deze shoot kom ik op alle meubels en alle media die gemaakt worden rondom een nieuwe foundation van hun. Namelijk de Can't Stop Won't Stop Foundation. Super spannend. Natuurlijk laat ik het jullie nog weten wanneer het allemaal in de winkels te zien is. Waarschijnlijk wordt dat eind januari. Dus dan kunnen jullie dat in de gaten gaan houden. We zijn inmiddels op de volgende locatie en hier gaan we ook eventjes shooten, maar we gaan vooral ook lunchen. We zijn namelijk bij Den Burg, een restaurant hier in Hoofddorp. En Charissa is er ook bij. Heb je honger? Ja. Ja, we hebben hard gewerkt natuurlijk. Zeker. Wij gaan nu de laatste look shooten. Dat is namelijk deze denim. Maar het gaat natuurlijk niet om de look. Het gaat om de full face. En stop, won't stop. Die dankt zijn naam aan het feit dat hij minstens 24 uur op blijft zitten. En ik heb hem nu dus al echt de hele ochtend slash middag op. En hij ziet er echt nog steeds perfect uit. Niet eens bijgewerkt. Hoppa. Januari. Ja, vanaf 7 januari ligt deze Delicious Foundation in de winkels. Hashtag non-spawn, but love it. Hi guys, vandaag is het... Wat is het? Dinsdag? Het is dinsdag. Ik ben een beetje tijd kwijt. Maar goed, het is dinsdag. En ik ben vandaag met... Boe! Boe, waar zijn wij? We zijn bij de avocado show. Yes, dus hier zijn allemaal lekkere avocado gerechten. Oh ja, en ik heb dus iets voor jou meegenomen. Dankjewel. Omdat je jarig bent geweest een half jaar geleden. Ja, we hebben elkaar een half jaar niet gezien. Dat is zo erg. Ja, die vond ik cute. Dat is toch leuk. Jongens, dit ziet er zo goed uit. Wow. Wat heb jij besteld? Mango curry tango. Een mango curry tango. En ik heb de vegan roasted toasted of zoiets. In ieder geval heel lekker. En een lekkere smoothie. Ja. Hebben we lekker gegeten, Boe? Super gegeten. Ja, Boe. Ik vind het zo leuk om jouw naam uit te spreken. Hij heet eigenlijk Boewang, maar we zeggen altijd Boe. Boe, helemaal Boe. En Boe Boe, Boe Boe. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Het is toch morgen voor Sinterklaas? Oh, voor Sinterklaas? Je bent lief geweest, toch? Oh, ik weet al wat het is. Ik weet al wat het is. Het is natuurlijk een chocoladeletter. Toch? Oh, so cute. En de S van? Van Slarissa? Nee. Van Sinterklaas? Gewoon? Van deze was in de uitverkoop. Nee. Awesome. Thanks, thanks. Het is ietsje later op de dag, eigenlijk precies 10 minuten later. En ik ga nu naar een event van Estée Lauder. En daar krijg ik als het goed is een soort van rondleiding en persoonlijk advies met betrekking tot hun producten. Jongens, ik ben er dus nu bij Estée Lauder, of in ieder geval waar Estée Lauder zijn event houdt. Het is echt super persoonlijk, want ik krijg dus van Karine van Estée Lauder nu een complete soort van rondleiding door een hele ochtendroutine. Dus we beginnen in de badkamer. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat vertellen. We hebben verschillende merken natuurlijk binnen Estée Lauder Companies. Ah ja, ik zie het. Je hebt waarschijnlijk Estée Lauder, Clinique. Ja. Maar we hebben ook Origins, Bobbi Brown, La Mer, ja. Glam Glow. Dat is heel lekker zoet. Bijna snoepachtig.
ik heb nu dus ongeveer mijn hele gezicht wel mooi in de make-up. En ik vind het echt prachtig. Nu is het misschien hier iets te licht, dus je kunt het niet heel goed zien. Maar glowy hoor, ik voel me echt. Mooi lipstiftje ook. Kijk, nu zien jullie het misschien iets beter, of toch niet? Nee, toch wel heel erg veel geel licht. Maar ik ben echt heel blij met hoe mijn make-up gedaan is. Echt heel mooi. En mijn lippen hebben dus ook een soort van plum opgekregen, van La Mer is dat. Dus het is nog plummier dan normaal. Plum, plum, plum. En nu krijg ik dus ook nog wat haaradvies. Ik ga nu naar de laatste kamer en dat is ook een secret room, toch? Ja, dat is ook een secret room. Maar dit mag wel gefilmd worden. Zeker. Oké, nou dan gaan we dat doen, jongens. Dit moet ik zien, zegt ze. Oh, wat leuk. Oh, wauw. Dit is de laatste kamer en hier geef ik jullie een klein kerstcadeautje aan jullie mee. Je moet natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Maar er zit een verhaal achter. Want ik heb hier dus nu een gouden kerstcadeautje in handen, maar ik weet niet wat erin zit. Ja, dus je neemt eigenlijk, ja, het is een geheim. Dus je mag kiezen tussen alle gouden pakketjes welke je meeneemt en thuis ga je pas zien wat erin zit. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik laat mij verrassen. Ja. Ik heb hier een kenner. Ja, wat is dit? Dit zijn meerdere dingen. Ja, ja, dit zijn losse producten. Of een los product. Ja, het zijn meerdere. Hoe gaat het? Kom je eruit, Lara? Ik ben weer thuis en hoe leuk was dit Estee Lauder event. Ik wist dus niet dat al deze merken bij Estee Lauder hoorden. En ik heb echt heel veel nieuwe producten leren kennen, dus dat vind ik super leuk. En ik ruik ook helemaal lekker. Alles om mij heen ruikt lekker. Mijn haar ruikt lekker. Mijn huid ruikt lekker. Mijn handen ruiken lekker. Heerlijk dit. Ik heb ook goede tips meegekregen. En ik heb natuurlijk een heel leuk cadeautje meegekregen. En nu zijn jullie natuurlijk heel erg benieuwd wat daarin zit. En ik ook, dus laten we even open gaan maken. Oh, yay! Een Michael Kors parfum. Dit is de Midnight Shimmer. Oh, het zijn er zo twee. Oh my god, ik heb de Midnight Shimmer en ik heb de Twilight Shimmer. En hierbij dan ook nog een Covershot Bold Glitter Eye Palette van Smashbox. Oh my god, ik ben hier echt heel blij mee. Oh, ik hou echt van Michael Kors geurtjes en deze heb ik volgens mij net ook nog geroken. Het is echt super lekker. Hey, dankjewel Estee Lauder Companies. Hi guys, vandaag is het... Welke dag is het, Aman? Oh, Glitter Day. Een Glitter Day! Vandaag is het Glitter Day en volgens mij is het donderdag. Ja, klopt. Ja, want ik heb wat zijn we aan het doen, Aman? Ja, we zijn op zoek naar de perfecte date outfit. Ja. Yeah. Niet dat ik ga daten, maar ja, soms willen mensen dingen weten. Ja. Yeah. Oh, en het ruimt. Ik wil alles weten, inderdaad. Ja, dat is dan wel alles weten. Jullie zien hier trouwens ook een grote lamp, want we zijn natuurlijk aan het filmen. Ja. We hebben net een stijlbattle opgenomen en die staat al online, dus die kun je gaan kijken. En die heb als je ik nog gewonnen. Niet hebt gezien. Oh, heeft ze gewonnen, zegt ze. Zover is het nog niet, Aman. Okay. Jullie moeten nog stemmen. Ja, of als je al gestemd hebt, dankjewel voor je stem. Stemmen. Of ja, wie je ook gestemd hebt. Altijd leuk. En nu is Aman even de hele kledingkast op een hoop aan het halen. Push-up bij halen. Nee. Niet per se nodig. En ja, leuk. Ja, ik was vond echt het leuk. Hey, dit is echt een hele leuke video sowieso. We hebben echt lekker leuk gekletst over... fashion en over glitter, again. En over dating. Roze, again. Ja. En ik heb zwart aan, jongens. Oh my god. Oh my god, ze heeft het gewoon gedaan. Ja. She did that. Het is ietsje later op de dag en ik heb zojuist geshopt bij de Primark. Dus ik zie er echt uit alsof ik 15 kinderen bij me draag of zo. Iedereen kijkt me ook echt aan alsof ik gek ben dat ik zoveel heb geshopt. Ik kwam net het zusje van een vriendinnetje van me tegen. Die zei, wow, gaat het? Dus ik zei echt tegen haar... ja, dat is mijn werk, hè. Voordat ze denken dat ik shopaholic ben geworden of zo. Anyway. Dit is het resultaat. Dus ik denk dat het zusje van die vriendin van mij gewoon bedoelde... red je het wel met al die tassen, want het is echt vet veel. En ik moet nu echt keihard naar huis fietsen, want... gelukkig heb ik mijn boodschappen weer gewoon besteld. Dus die worden straks bezorgd. Maar ik moet natuurlijk wel op tijd thuis zijn, anders heb ik daar ook nog een probleem. Verwilderd en wel... Maar volgens mij ben ik precies op tijd thuis, want ik zag net een Albert Heijn busje. Zo blij dat ik dat niet hoef te doen. Ik heb nu alleen nog te koken. Ah, ah.
Hi guys, vandaag is het vrijdagavond. Miranda en ik gaan weer een keertje uit, maar misschien herkennen jullie haar niet, want ze is verkleed. Ik wil niet dat mijn haar lelijk wordt. Nee, snap ik. Het regende net, hagel zelfs, maar ik kwam echt aanfietsen en ik denk, wie staat er? Is zij dat? Want ze had al verteld hoe ze er ongeveer uitzag. Maar ik denk, nee, dat kan niet, want het is donker haar. Blijkbaar ben ik ook een beetje blind. Eigenlijk staat het je best wel goed. Ik had ook chance. Oh shit, gaan hier allemaal fietsen om. Nee, oké, nou goed, wij zijn er klaar voor. Oké, we hebben de eerste club gehad. Miranda, waar gaan we nu naartoe? Waar Broeken. Kijk even hoe leuk de straat van Siert is. Al om gezelligheid, jongens. Ja, en ik hoorde dus vorige week dat mensen het gek vinden dat we fietsen. Nou, wij fietsen. Midden in de nacht op zoek naar een feestje. Dit is echt verschrikkelijk. Ja, echt. Okay, maar kijk, jij hebt mooi haar. Nee, mijn haar zit niet. Drink, drink. Even het licht opzoeken, want dat hebben we hard nodig. Anders ik kan het niet aan, zie ik er echt niet meer uit. Einde van de avond, jongens. Ja, wij zijn onze fiets aan het pakken. Ik ook, maar wij pakken onze fiets. En het is een soort van Mikado. Mikado, ja. Iets gaat vallen. En dan mag je niet... Of wij... Of alle fietsen hier. Pannen. En de volgende keer gaan we Edelwijs. Ja. Ja, of als je tips ervoor uitgaan, laat ons weten. Oh ja, nee, dat is een poll. Ja, dat willen we weten. Waar moeten we naartoe de volgende keer? Want dit was weer een zoektocht van niks. Ja. Oké, gaan we? Ja, we gaan fietsen. Bye. Hi guys, vandaag is het zondag. En vandaag ben ik met... Momo. Momo. YOLO. En vandaag gaan we dus echt de hele dag shooten. In de regen? In de regen. Je hoort waarschijnlijk zelfs de regen. We hebben echt een verkeerde dag uitgekozen eigenlijk. Maar goed. Moet maar, hè? Die hard. Ja, harde workers. Het komt goed. Jongens, even serieus. Ik zeg net tegen Mo. Kijk, misschien zien jullie het zelf. Daar zie ik gewoon blauwe lucht. Blauwe lucht. Blauwe lucht. Blauw, wel blauw. Ja. Altijd wij gaan shooten en dan lijkt het te regenen. Ja. Mo zou tegen mij kunnen zeggen van, yo, het regent hoor, Laris. Nee, geen eens, het lijkt me zaterdag boeit in de niet. Auto. En boeit het me niet, we gaan shooten. Net kon je de regen nog horen. Die is gewoon weg. Het is gewoon weg, we blessed. We hebben al 2 shoots gedaan. Nog 2 te gaan, hier dan. En dan nog meer. Ja, en dan nog 500. En dan nog 500, maar die zijn binnen. Ja. Maar ik ben zo blij dat het droog is. I love this. Oh, ja. Er is ook een soort van regendans. Jij hebt die gedaan. Nee, die had ik voor je kunnen doen. Er is ook een legend lied bij, hè? Zal ik het voor je zingen? Doe maar. Oké. En dat gaat zo. Atakata mufa, atakata mufa. Ey, misa de, misa trula, misa de. Oh, het is Surinaams. Nee! Oh. Ik weet niet wat het is. Ik heb het geleerd in de tweede klas. Groep 2. Hebben jullie niet geleerd? Nee, schat. Nee, schat. Nee. Mop. Beetje, beetje. Jongens, het is echt waar. Atakata Muva heeft zijn magic gewoon laten zien. Want de zon schijnt echt als een gek. Het is gewoon heet, het is warm. Ik wil al mijn kleren uittrekken. Grapje, dat is overdreven. Maar het is wel echt zonnig. Wij zitten midden in de shoot. En Mo, je mag het zeggen voor 1 keer in je leven. Larissa is... boos. Heel boos. Ik ben zo boos. Ik ben zo boos. Er is net iets voorgevallen. Ik ga er verder niet te veel over zeggen. Maar ik ben zo geïrriteerd dat Mo dit hele stuk dat we gelopen hebben, en dat is bijna 1 kilometer, alleen maar scheldwoorden heeft gehoord. Ja. Niet richting Mo natuurlijk. Nee. Mo, schatje. Ja. Oh, maar iemand heeft me echt geïrriteerd vandaag. Heel onterecht. En heel onterecht. En dit is echt een soort van cliffhanger, soort van... no spoiler at all. Jullie hebben geen idee waar het over gaat. Maar ik kan er verder niet zo heel veel over zeggen. Maar ik wilde toch even ranten, omdat het niet zo heel vaak voorkomt. Ik heb nog 1 keer zin om te schelden. Maar dan worden mijn YouTube monies me om mij over. Dus dat kan ik niet doen. Ik ga sterven. Oeh, zo. Inhale. Exhale. Oh, echt geïrriteerd. Yes, het is iets later op de dag. Wij zijn inmiddels weer... ik ben bekomen, weet je. Ik ben niet meer helemaal boos en... Ik ben chill. En we zijn bij Hotel Arena. Want hier ga ik ook wat dingetjes fotograferen. En we hebben dus de bridal suite om in te fotograferen. Because we're getting married, right, baby? Yes! Ja, dat is echt mooi. This is cute. Dit is toch goals?
vet groot bad. Dus mocht je ooit trouwen, Hotel Arena is je place to be. Oh, we zijn wel. Lucha. We zijn bij Lucha, jongens. Waar ze de perfecte saté hebben. En sorry, maar we hebben hem al bijna op. We hadden echt honger. Yummy, yummy. Oké, jongens. Zondagavond. Dus de vlogger gaat afgesloten worden. En Mo gaat het doen. Ik weet niet waarom ik deze accent voor jullie zet. Laat ik even normaal doen. Echt annoying. Mo, kan je afsluiten in dat accent? Heel nee, erg bedankt nee, voor het nee. kijken. Oké, okay, mag op jouw manier. Doe maar op jouw manier. Dan. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. Reactie achterlaten, sahabi. En we zien je volgende keer. Wacht. Slemmen. Tot volgende week. Doeg. Oké, okay, open die fucking auto, denk jij, of niet? Ja. Oh. Gastig. Maar goed, Attica had een move, ik zie nu ook gewoon de zon, hè? Attica had een move, hij heeft zijn derde, zijn troon, zijn